Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Vandaag gaan we weer een nieuwe leuke app spelen van Dr. Panda, die we inmiddels allemaal wel kennen. Zoals de vriendjes die komen langslopen door het scherm. En vandaag spelen we Dr. Panda Home. Oh kijk, de vrienden van Dr. Panda die zijn al aan het schoonmaken. Misschien wonen ze wel samen in een groot huis. Ik weet het niet, de app is bedoeld voor kinderen vanaf 0 jaar en we gaan vandaag eens even kijken wat je allemaal moet doen hier. Zo, we gaan gelijk beginnen. Dit is dan Dr. Panda's huis, dat ziet er erg mooi uit. En hier hebben we de keuken. Daar hebben we het varkentje. Die ziet er een beetje verdrietig uit. Oké, wat is dit? Volgens mij kun je hier wat kopen, maar ja, we hebben nog helemaal geen geld. Want we zijn pas net begonnen, dus nee, dat wordt hem niet. Oh, het varkentje is de sleutels kwijt. Nou, dan gaan we je natuurlijk even helpen zoeken. Eens kijken of je het open kunt maken. Nee. Nee, daar is ook niks. Waar zijn je sleutels dan? Nou, dat is wel heel goed verstopt dan. Ja, ik vraag me dus af of je wat dingen op kunt tillen bijvoorbeeld. Want ik denk dat het toch wel ergens achter moet zitten. Waar zijn je sleutels nou? Best wel gek. Oké, nou, ik denk dat we maar even terug moeten, want anders dan zijn we hier een half uur mee bezig. Oké, we kunnen misschien wel een ander minispelletje gaan spelen. Tja. Nou, misschien moeten we straks nog maar even naar die sleutels gaan zoeken. Oh, we doen het gewoon nog een keertje. Nou zeg, ik snap er helemaal niks van. Waar zijn die sleutels nou? Oh, daar zijn ze. Alsjeblieft, hier zijn je sleutels weer. Zo, we hebben het varkentje blij gemaakt met zijn sleutels. Oké, wat kunnen we nog meer doen? Oké, de sleutels hebben we gevonden. Dan nu de tandenborstel. Aha! Aapje wil zijn tanden poetsen. We hoeven dus helemaal niet naar de tandenborstel te zoeken, maar we moeten tanden poetsen. Oké, dat ziet er weer mooi schoon uit. Dan even een glaasje water. Kijk, dat ziet er een stuk beter uit. Alleen heeft hij ineens een heleboel minder tanden dan eerst. Dat is ook wel een beetje bijzonder. We hebben dus een soort van to-do-lijstje. En ik denk dat we dan kleren moeten gaan wassen misschien. Oh, kijk, het is ochtend en alle Dr. Panda vriendjes die zijn een beetje aan het wakker worden en die zijn zich aan het klaarmaken voor de dag. En nu moeten we dit olifantje een outfit geven. Eerst schoenen, dat vind ik wel mooi. En dan deze jurk, is dat goed? Ja, volgens mij is dat prima. Oké, die drie opgaven die zijn gelukt en dan hebben we nu een Dr. Panda munt gewonnen. Die kan dan in de spaarpot. Misschien kunnen we later dan speelgoed ervan kopen. Oké, dan is het nu middag en we hebben een nieuwe opgave. Nieuwe klusjes voor in huis. Dit is de was en volgens mij is dit gekleurde was en witte was. Oké, dat gaat wel goed. Nee?
Nu moet dat in de wasmachine. Dan moeten we een beetje waspoeder erbij doen. Dat was best wel veel. Maar goed, als het maar schoon wordt. Oké, de eerste was is gedaan. Dan doen we de tweede was erin. Dan waspoeder, maar het is bonte was. Dus we gebruiken dat waspoeder dat daarvoor bedoeld is. Dit ziet er goed uit. Okidoki, nu moeten we dit natuurlijk uithangen. Anders wordt het nooit droog. Zo, dat was het dan. Nu kan dat allemaal drogen. En wat voor klusjes hebben we nog meer deze middag? Zo, de was is in ieder geval gedaan. Dan moeten we de ramen gaan zemen. Oké. Oeh, dat ziet er heel vies uit. Ja, daar moet Panda wel eens wat aan gaan doen. Anders kan hij op een gegeven moment niet eens meer door het raam kijken. Hij heeft alvast een emmertje sop klaargezet. En dan krijgen we een doekje. En dan kunnen we het raam gaan poetsen. Dan nog een keertje erin. Want op een gegeven moment dan wordt het doekje een beetje vies. Zo. Op een gegeven moment zit het doekje namelijk vol met vuil. En dan kun je niks meer schoonmaken. Zo, maar dit ziet er toch wel een stuk beter uit. We kunnen weer door het raam kijken. Oké, dat was dus het volgende klusje dat we hebben gedaan. Aha, en Dr. Panda heeft ook konijntjes, die moeten gevoerd worden. Aha, dit zijn dus keuteltjes, die moeten we ook allemaal opruimen, zodat het konijnenhok schoon blijft. Nu hebben we een flesje dat we kunnen geven. Dat moesten we even schoonmaken. Oké, en dan is dat geloof ik het laatste middagklusje. Ja, mooi zo. Dan nog de avond. We hebben trouwens weer een muntje verdiend voor in de spaarpot. Oké, wat is er 's avonds te doen? Gras maaien. Daar gaan we mee beginnen. Oeh, kijk nou, een Dr. Panda gazon. Oeh, dat gaat wel turbo snel. Ik wil ook zo'n grasmaaier hebben. Zo, hoppatee. Dan nog eventjes de gieter eroverheen. O, kijk, al die bloemetjes. Dat is wel heel leuk gedaan. Het is een Dr. Panda gezicht met bloemetjes. Oh, dat ziet er leuk uit. Oké, wat is er verder nog te doen? Ik denk dat we de gootsteen schoon moeten maken. Ja, dat moet zeker gebeuren. Eerst even al het water weg laten lopen. Dan een sponsje en schoonmaken. Oké, dat ziet er weer hartstikke mooi uit. Helemaal glanzend. Oké, wat moet er verder nog gebeuren? De afwas. Aha, Dr. Panda heeft een hele grote vaatwasser. En deze dingen die zijn al schoon. Oei. Dat is natuurlijk heet. Zo, vorken bij de vorken en messen bij de messen. Dan de borden nog even opstapelen. Zo. En dan is de vaatwasser ook weer uitgeruimd. Volgens mij is de dag nu alweer bijna voorbij. Zo. We kunnen natuurlijk ook nog een keertje gaan kijken of je op een andere dag andere klusjes krijgt. Of dat de klusjes de hele tijd dezelfde zijn.
Nu is het nog laat in de avond en moeten we nog even de laatste dingetjes gaan doen voordat we naar bed gaan. Oké, afval scheiden. Compost en plastic en glas. En restafval. Zo, bananenschil. Ah, dat is karton volgens mij. Zo. Ook het afval is gedaan. En nu is het bijna donker. Dan moeten we natuurlijk gaan slapen. Oké, we moeten een wekkertje zetten. En het aapje wil om 8 uur wakker worden. Zo. En nu moeten we nog eventjes gaan douchen. Ah, dat dacht ik al. Het aapje ligt natuurlijk in bed. Dus het kan niet het aapje zijn die nog in bad moet. Zo, een beetje zeep. Dan afspoelen. En dat was het alweer. Oké, dat was best wel makkelijk. Dit was Dr. Panda Home. Dat was de eerste dag. En misschien kunnen we nog wel een tweede dag spelen. En misschien kunnen we de volgende keer ook speelgoed kopen. Wie weet, dat zou wel leuk zijn. En de volgende dag die breekt aan. Als je op de hoogte wil blijven, abonneer je dan op het kanaal. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Misschien nog wel bij een nieuwe aflevering van Dr. Panda's Home. Oké, doei doei!